Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je vertellen welke boeken ik heb gelezen in de maand februari. Het zijn helaas maar 4 boeken, dus niet zo heel veel. Februari is natuurlijk ook wel een wat kortere maand. Het waren ook wat boeken met wat meer bladzijden. En ik moet ook zeggen, februari was een maand waarin ik wat meer vermoeid was. Dus ook minder bladzijdes op een dag heb gelezen dan wat ik normaal doe. Dus vandaar dat ik er ook wat moeilijker doorheen kwam. Maar goed, alsnog 4 boeken. Dus mocht je benieuwd zijn welke boeken ik heb gelezen en wat ik daarvan vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Niets dan de waarheid en is geschreven door V.K. Land. Dit boek gaat over Laila. En zij is een jonge, ambitieuze advocaat bij een advocatenkantoor in New York, wat ook best wel een groot kantoor is. Als ze de opdracht krijgt om voor een nieuwe, rijke topklant van het bedrijf te zorgen, kan ze haar geluk in eerste instantie niet op. Als alles goed gaat, wordt ze dan eindelijk partner van het bedrijf waar ze zo lang op hoopte. Maar dan komt de nieuwe cliënt de vergaderruimte binnen en blijkt het Gray Westbrook te zijn. Dat is eigenlijk de man die ze nooit meer wilde zien, omdat hij haar hart gebroken heeft. Ze hebben een gezamenlijk verleden vol obstakels en verborgen waarheden. Maar Gray wil eigenlijk zijn tweede kans niet verspillen en is vastbesloten er dan ooit om de vrouw van wie hij houdt terug te winnen. Maar zodra hij erin slaagt om Laila's hart weer te veroveren, keert het verleden toch weer onverhoopt terug. En staat het verleden eigenlijk op het punt om alles te verwoesten. Dat maakt het er gewoon niet makkelijker op. Of ze dat dan uiteindelijk overwinnen is eigenlijk de grote vraag. Ik heb wel genoten van dit boek, want ik vind de boeken van V.K. Land echt heel erg interessant om te lezen. En ik vind ze ook altijd leuk geschreven. Wat dat betreft heb ik zeker wel weer genoten van dit boek en kan ik hem ook zeker aanraden. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Niemand zoals Zoe. Het is geschreven door René Olsthoorn. Het boek gaat over Zoe. Zoe is trouwambtenaar en heeft een dochter, Filomena. Ze is een alleenstaande moeder, maar ze heeft wel een goede band met haar ex. Als een van haar sportschoolvriendinnen gaat trouwen en ze daar op de bruiloft komen, waagt ze een dansje met een van de mannen daar en dat eindigt heel hilarisch, want ze belanden in de taart. Als ze dan ook nog eens naar de sportschool gaat en haar spinningsles volgt, komt ze deze onbekende man weer tegen en maken ze toch maar eens kennis en weten ze eindelijk elkaars naam. Zoe heeft last van bindingsangst en ze merkt zeker wel dat er tussen Thijs en haar een soort van aantrekkingskracht is, maar ze weet eigenlijk niet of ze voor de liefde durft te kiezen. Dan komen er toch nog wat problemen, want Filomena die zit inmiddels in de puberteit en kan eigenlijk niks accepteren. En als Thijs dan een keer bij hun over de vloer komt, doet ze ook niet echt super leuk of zo. En Zoe voelt zich daardoor eigenlijk heel erg geneigd om Thijs te laten voor wat hij is. Zoe is geadopteerd en haar vader die heeft dus haar moeder een aantal jaar geleden verlaten. En als haar moeder dan ook nog eens het bommetje dropt dat ze weer aan date is met haar vader, weet Zoe helemaal niet meer hoe ze het heeft. Want hoe kan ze deze man nog een kans geven die haar jaren geleden zoveel pijn heeft gedaan? Dan komt ook nog eens de band met haar ex onder een grote druk te staan. Want haar ex die wil haar op een gegeven moment eigenlijk wel terug. Maar Zoe ziet dat totaal niet zitten. En als Filomena dan ook nog eens aankondigt dat ze bij haar vader wil gaan wonen, is Zoe daar heel erg verdrietig om. Dan heeft haar ex ook nog eens een nieuwe vriendin waar Zoe een verleden mee heeft vroeger. En wat dus eigenlijk helemaal geen leuke vrouw is, weet ze eigenlijk niet meer hoe ze haar leven weer op de rit moet krijgen. Of ze uiteindelijk haar bindingsangst kan overwinnen om Thijs een kans te geven, laat ik in het midden. Of ze toch de relatie van haar moeder weer kan accepteren, is ook nog eens een beetje de grote vraag.
En of de relatie met haar ex nog weer tot goede verstandshouding komt, dat ga ik natuurlijk ook niet verklappen. Ik heb heel erg genoten van dit boek. Ik vond het wel jammer, want ik heb het eerste boek in deze reeks een tijdje geleden al gelezen. Daardoor was ik er een beetje uit. Ook al kun je ze wel losstaand van elkaar lezen, maar ik moest weer eventjes terug gaan naar de personages. Maar ik vond het dus wel een heel mooi boek. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Eindeloos Geluk en is geschreven door Saskia Oudshoorn. Dit boek gaat verder naar waar eigenlijk de vorige delen gestopt zijn. Dit boek gaat ook weer over Laurens en Kate. Zij zijn net getrouwd en als huwelijkscadeau hebben ze eigenlijk iets heel bijzonders gekregen. Namelijk 6 maanden huur voor een pand naast Liv's Lekkernijen waar Kate ook werkt. Want Liv's Lekkernijen is van haar goede vriendin. Laurens wil eigenlijk van niemand afhankelijk zijn en is dus ook heel erg lang in twijfel of hij deze kans wil aangrijpen. Want hij wil eigenlijk wel heel graag een eigen zaak, maar hij is bang dat er een addertje onder het gras zit. Kate wil eigenlijk niets liever dan dat hij het doet en dat zorgt best wel voor wat spanningen tussen deze twee. Die spanningen worden eigenlijk alleen maar groter als Kate dus ontdekt dat Laurens nog contact heeft met zijn ex. Alleen Kate heeft zelf een veel groter geheim dat ze ook niet uit de doeken wil doen. Laurens heeft contact met zijn ex omdat ze samen een zoontje hebben. En dat zorgt toch wel voor best wel veel wrijving. Ondanks dat dat jongetje toch wat vaker ook bij hun komt, loopt het allemaal niet van een heel erg leien dakje. Als Laurens dan toch besluit om de kans aan te grijpen om van het pand zijn eigen restaurant te gaan maken, wordt het eigenlijk alleen maar nader als ze te maken krijgen met iemand die per se al die panden wil opkopen. En daar zijn ze al wel voor gewaarschuwd door de eigenaar. Op dat punt loopt het even helemaal uit de hand en krijgt hun leven nog weer een nadere wending en moet Kate uiteindelijk ook haar geheim onthullen en ze is heel erg bang als ze dat doet dat ze Laurens kwijt zal raken. Ik vond het een heel mooi boek. Ik heb dus alle boeken in deze reeks gelezen en ik heb er ook zeker van genoten. Ik moest wel weer even heel goed nadenken om terug te komen in deze boekenreeks, omdat het dus een tijdje geleden was. Maar toen ik er weer eenmaal in zat, vond ik het echt wel een heel erg mooi boek. En het is een mooie afsluiting voor deze boekenreeks als je het mij vraagt. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Meest Begeerde CEO en komt uit de Miljardairs van Manhattan-reeks en is geschreven door Annika Martin. Lizzie die werkt op een groot kantoor, alleen ze heeft de baas eigenlijk nog nooit ontmoet. Degene die boven haar staat, geeft haar eigenlijk de laatste tijd de nare klusjes. En als Lizzie die eigenlijk goed volbrengt, gaat zij met de eer strijken. Dan krijgt ze de opdracht om een persoonlijke webservice te regelen voor de CEO van het bedrijf. Ze stemt in, want ze denkt: hoe moeilijk kan dit zijn? Nou, het blijkt dus een onmogelijke klus te zijn. Want eigenlijk is er geen één wekdienst die meer wil werken met deze CEO. En als ze dan eindelijk een wekdienst heeft gevonden, neemt ze het zekere voor het onzekere en vraagt ze of deze wekdienst haar zelf een half uur van tevoren wil bellen, voordat ze dus uiteindelijk naar deze CEO zullen gaan bellen. Als dit dan niet gebeurt, weet Lizzie helemaal niet meer wat ze moet doen en besluit ze om zelf deze wekdienst maar in gang te zetten. Om zelf deze CEO maar wakker te gaan bellen. Deze CEO heet trouwens Theo. Ze wil dus absoluut haar baan niet kwijt. Dus elke dag om 4:30 belt ze Theo persoonlijk uit bed. En dit gaat best wel op een harde manier. Ze neemt best wel een harde rol in zich op. En de eerste keren vindt ze het helemaal niet leuk. Maar later begint ze het toch wel interessant te vinden. Helemaal als ze ook echt daadwerkelijk gesprekken beginnen te voeren. Doordat ze dan haar allergiepillen nog niet heeft genomen, kan ze ook
echt door voor iemand anders en zal hij er nooit achter komen dat Lizzie dit zelf is. Dan wil Theo toch meer weten over deze wekdienst en vraagt hij dus aan zijn assistent of hij of zij kan uitzoeken wie dit meisje is die hem elke dag belt. Lizzie raakt daardoor best wel in de problemen, want ze wil absoluut niet dat het ontdekt wordt, want ze is bang dat ze haar baan kwijt zal raken. Ze doet er dan ook alles aan om te... om onder de radar te blijven, maar dit lukt helaas niet. En als ze dan ook nog eens ontslagen wordt door de assistenten van Theo, zit ze eigenlijk in zak en as. Want ze moest deze baan echt hebben om een promotie te krijgen, want anders moest ze weer terug naar haar ouders toe. En dat wilde ze dus absoluut niet. Als Theo dan naar haar op zoek gaat en erachter komt hoe de vork allemaal in de steel zit, lijkt het toch niet allemaal zo erg als dat het was. En misschien, omdat ze zulke leuke gesprekken hebben, kan er in dat echte leven ook wel een mooie romans op bloeien. Of dit daadwerkelijk gebeurt, ga ik je uiteraard niet vertellen. Ik vond het uiteindelijk wel een leuk boek, al heb je heel soms personages waar je een beetje aan ergert, zoals aan die assistenten van Theo. Dat was echt gewoon een hele gemene vrouw, dus daar irriteer je dan een beetje aan. Maar voor de rest vond ik het wel een heel mooi boek en heb ik er toch wel van genoten. Dan waren dit alle boeken die ik heb gelezen in februari. Ik ben er wel weer heel blij mee eigenlijk dat ik ze gelezen heb, want ik vond het toch wel hele leuke boeken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij behoefte zou hebben om een van deze boeken te lezen of dat je ze misschien al hebt gelezen. Sommige boeken is het wel echt handig om de reeks helemaal gelezen te hebben, zoals bij het boek Eindeloos Geluk. Is het wel aan te raden om de complete reeks te lezen, want anders zou je er niks van snappen. Maar uiteindelijk heb ik er in ieder geval weer heel erg van genoten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!